Ja, ik weet het. Ik weet het. Jullie hoeven het mij niet te vertellen. Jullie hebben helemaal de buik vol van de familiehazes. Maar helemaal van onze Dreetje. Daar zijn jullie helemaal klaar mee. Dat heb ik allemaal gelezen, ja, op Twitter. Jeetje, Mina zeg. Jullie vallen allemaal over hem heen. Ja, en ik heb ook wel enig idee hoe dat een beetje komt. Want ja, het blijft weer hetzelfde verhaal. Welk management zit hier nou weer achter deze Dreetje? Ja, welk onverstand heeft dit nou weer bedacht om met deze serie op tv terug te komen, zogenaamd, van Dreetje is er weer. Het had gewoon in stilte moeten gebeuren. Die Dree had gewoon lekker zijn kop moeten houden, niks en klaar. En dan in één keer, tada, daar ben ik. En nee, wat gaan we doen? Dreetje die gaat, hup, groot op tv met al zijn zogenaamde ellende. Want het is geen ellende, vrienden. Want hij denkt dat het ellende is waar hij in zit. Want ja, wat verwacht hij dan? Wat wij gaan zeggen dan, als we dat gezien hebben? Wat moeten wij ermee? Moeten we zeggen, oh wat zielig. Oh wat zielig is dat allemaal voor die Dree. En dat hij dan klaar is met zijn alcohol en zijn drugs. En dan moeten wij zeggen, oh wel geweldig Dreetje. Top hoor, dat je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen, zeg. Nou. Ja, wat wil je hier nou mee? Het enige wat je hiermee. Hij zegt zelf, ja, ik vind al die zangers in Nederland, die vind ik zo saai. Ja, hey, hoe willen die mensen dan herinnerd worden? Ja, hoe wil jij dan herinnerd worden, Dreetje? Ja, met je. Als slappeling. Want dat is het gewoon. Je bent gewoon een slappeling. Het zit gewoon een beetje tegen in het leven. En het loopt niet helemaal precies zoals jij dat had gewild. En hup, en dan pak je maar. Ga je stoer vertellen ook. Ik dronk 2 flessen wodka. En 8 gram kook snoof ik naar binnen. En zo, ja. En ik heb 60 uur niet geslapen. Nou, geweldig zeg. Top hoor. Ja. Wat moeten wij daarmee, Dreetje? Wat denk je de mensen met echte problemen? Hè? Mensen die zitten met een zwaar gehandicapt kind thuis, bijvoorbeeld, ja. Of mensen die dementeren. Wat denk je daarvan, mensen die daarmee zitten? Ja, of mensen die op sterven liggen. Die hebben echte problemen, jij toch niet? Dit is allemaal luxe onzin gewoon. Ja, mijn vader, ik moest tegen mijn vader op boksen. Ja, dat had Daley Blind ook. Die moest ook tegen zijn vader op boksen. Gewoon een carrière gemaakt, klaar. En niks aan de hand. En niks aan de wodka en aan de coke. Nee, dus ja, dus daar zit het hem. En dat irriteert mensen, Dreetje. Ze hebben gewoon geen zin in dit soort gezever. En dit soort gezeik. En jij vindt jezelf dan een rockster. En dat ben je ook niet. Je bent helemaal geen rockster. Gewoon een eenvoudige volkszanger. Klaar. En verder niks. En ga daar nou niet daar heel ingewikkeld over doen. Die mensen die nu een hekel aan jou krijgen of al hebben, dat komt omdat die mensen die hebben nu hele andere problemen. Ja, die zitten met. Die maken zich zorgen over die oorlog. En die maken zich zorgen over hun gasrekening. En die maken zich zorgen of ze de boodschappen kunnen betalen. En die maken zich zorgen of ze ooit een huis krijgen. En jij zit dan maar te emmeren over jouw gedoe. En kijk mij, het is allemaal zwaar hebben. Daar hebben die mensen helemaal niks mee. Die vinden dat gewoon enorm gezeik, Dreetje. Ja, en daar maak je jezelf heel erg impopulair mee. Dus hou hiermee op en hou verder je mond.